krijgt eigenlijk een totaalbeeld van hoe een dag in het leven van een advocaat-arbeidsrecht eruit ziet. Concreet mag je als zomerstagiair dossiers bestuderen waarover de advocaten dan jouw second opinion vragen. Je mag ook meegaan naar de rechtbank om pleidooien bij te wonen. Soms zijn er ook vergaderingen op kantoor met cliënten en dan komt Filip vragen of wij er graag bij zouden zijn. Ik heb eigenlijk om drie redenen gekozen voor een stage bij Tilleman van Hogenbeemt Advocaten. De eerste reden is het feit dat het kantoor zich volledig toelegt op het arbeidsrecht en deze materie mij persoonlijk enorm interesseert. Ten tweede is het kantoor ook bekend in de niche van het arbeidsrecht. En dan ten derde kon ik mij wel vinden in de visie van het kantoor. En dat is dan vooral de persoonlijke aanpak waarbij face-to-face met de cliënt een strategie wordt uitgewerkt. Een stage bij Tilleman van Hogenbeemt is uniek door het feit dat het kantoor tot in de puntjes voorbereid is op de komst van de zomerstagiairs. Elke stagiair krijgt één advocaat toegewezen waarbij je steeds terecht kan. Je krijgt ook een soort van dagboek waarin je je ervaringen kan noteren. Dus met andere woorden voel je wel dat het echt de bedoeling is dat de stagiair zelf enorm veel bijleert en dat het voor ons een leerrijke ervaring wordt. De sfeer bij Tilleman van Hogenbeemt Advocaten is heel collegiaal. De advocaten overleggen vaak met elkaar. Tijdens de lunch eten we ook allemaal effectief samen en dan is er ook tijd om over andere zaken te praten dan over arbeidsrecht. De mensen die hier werken zijn heel vriendelijk allemaal en het is dan ook echt wel leuk dat we de kans krijgen om mee te lopen in een team dat al zoveel ervaring heeft ook in het arbeidsrecht. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je passie hebt voor het arbeidsrecht, aangezien Tilleman van Hogenbeemt Advocaten een kantoor is dat echt gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Dus ik zou vooral de passie uitstralen en ja, met die passie kom je al ver. Na mijn master rechten denk ik erover om nog een Franstalige manama, dus master na master in het sociaal recht, bij te gaan studeren. En hoe dan ook wil ik na mijn studies starten in de advocatuur, aangezien mijn stage mij nog eens heeft overtuigd dat ik echt wel voor de advocatuur wil gaan. De eerste dag dat ik hier toekwam, begonnen er nog twee andere zomerstagiairs aan hun stage. En één daarvan kwam ook van de KU Leuven. En het bleek dus dat wij samen al in de aula hadden gezeten zonder het eigenlijk van elkaar te weten. Dus dat was wel leuk dat we de eerste dag al een aanknopingspunt hadden en dat maakte het wel aangenaam om hier te starten op kantoor. Als ik nog tijd over heb buiten mijn studies, dan reis ik graag rond om zo de wereld nog wat te verkennen.